Het kabinet zou zich sowieso primair moeten richten op de godvergeten ellende die de afgelopen kabinetten Rutte veroorzaakt hebben. Gebeurt dat? Nee. Je kan toch ook niet zeggen dat je diep onder de indruk bent van de slagkracht van dit kabinet? Dan neem dat eindeloze, zinloze gelul over dat uitstel van het stikstofprobleem. He? Ook, ook allemaal, allemaal ja, uitstel. Hebben we het vorige keer niet geconstateerd. ...waar de Nederlandse overheid het aller allerbeste is... ...dat is het uitstellen van urgente problemen... ...onder leiding van Rutte, onze vrolijke minister-president. Nee, het is, het, het, is, het is moedeloos stemmend. Want hetzelfde geldt natuurlijk voor Groningen... Het, ...hetzelfde geldt voor een reeks van problemen. Het is allemaal even traag, stroperig, incompetent... Uh, altijd bezig met de boel uit te stellen. Hè? Je zult zien dat het hele stikstofgedoe wordt weer uit, eindeloos uitgesteld. Nou ja, nu heeft de Europese Unie gezegd dat het dus afgelopen moet zijn. Ook met de ruime mogelijkheden die tijdelijk voor Nederland gecreëerd waren. Maar of dat ook effect gaat sorteren. Ik heb geen idee. Hmm. Ik heb geen idee. En dit zit dieper. Op een of andere manier is dit veroorzaakt door. De manier waarop de afgelopen kabinetten tegen onze overheid aankijken. En dat heeft deels te maken met dat, met dat wantrouwen. Hè? Ja, we hebben wel mooie regelingen, maar die, die burgers, dat zijn, die rekenen allemaal naar zichzelf toe, dat zijn oplichters. Het zijn oplichters. Nee, dat blijkt in de praktijk enorm mee te vallen, die oplichterij. Sterker nog, ze hebben zelf allemaal regelingen veroorzaakt, georganiseerd. Die het heel makkelijk maken om de boel op te lichten. Dat zijn al die leuke kleine minibedrijfjes die je kunnen helpen bij, bij, hoe heet het, bij, bij, bij allerlei subsidieregelingen waar je gebruik van wil maken. Maar waaruit blijkt dat de oplichterij wel meevalt? Nou, dat was in de tijd bij die toeslagenaffaire toen dat startte. Daar hebben we het al over gehad, dat de ombudsman Brenninkmeijer zei: Ja, ik heb het onderzocht. Zeker, er is wel enige fraude, maar die is niet groter dan normaal. En jullie zijn niet goed snik geworden. Nou zei hij dat niet in deze bewoordingen, maar hij zei dat het, dat het hele. dat die, die hele boel die de, de ministeries daaromheen georganiseerd hadden, dat dat nergens voor nodig was. Hmm. Ja, nou, daar is, nou, is vanaf het lage niveau gewaarschuwd. Dat is die tragische mevrouw, die tenslotte overgeplaatst is. Die zei: We kunnen dit helemaal niet maken. Eh, en wat gebeurt er? Ze wisten het. Dat is de drama als ze allemaal niet geweten hadden. En ja. Nee, die hele ambtelijke top, die wist dit. En minister-president wist het ook. Die heeft ook geen poot naar uitgestoken. Ja, achteraf zeggen dat hij er niet zo direct bij betrokken was. En nou ja, altijd de bekende praatjes van Rutte, wat doet hij in godsnaam? Ik begrijp ook wel dat hij eeuwig kan blijven zitten, want hij doet niks van enig belang. Bij wijze van spreken. Ja, in Europa rondreizen en een geleerd gezicht trekken. En met macro dineren. Ja, dat is ja, ja, een lullig tafeltje eigenlijk, maar goed. Vind je het wel goed dat mensen nu bij de Belastingdienst intern zeggen van... ...hé, hey, wij zien dit en wij trekken aan de bel, want dit kan niet. Ja, natuurlijk. Dat niet, dat niet, zal, niet, hè? niet dat het zal helpen overigens, hoor. Maak je geen zorgen, het helpt niks. Er is eindeloos aan de bel getrokken. Sinds deze affaire begonnen is, is er aan de bel getrokken. Heeft het iets geholpen, niets zijn die mensen die de slachtoffer zijn geworden van al deze poppenkasten, die geholpen niets? Het is, tra het is een drama. Hmm, nou het verschil is wel En onze niet, dat... regering zit daar rustig en doet niks en stelt weer. Het volgende probleem, wat er nog een drama gaat worden, zijn ze weer bezig om uit te stellen. Ja. Dus wel zo dat ze nu aan de bel trekken. Kijk, die afhandeling is toch niet zo heel lang bezig? Nee, maar goed, het, wordt, wat, 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 wat ook weer, het zou tot 2030 duren of zoiets dergelijks. Ja, ja. Ik stel voor dat we het laten duren tot 2050. Hè. Ja, dan is iedereen dood die erbij betrokken is. Is dat niet handig? Het is nog steeds minister-president en de rest is dood. Dat pand zit hier in Utrecht, hè, waar ze de hele afhandelingen Ja, dat begreep ik. Ja. Ja, in zo'n toren ja, zitten ze de Ik wil wel dat Utrecht dat ook niet helpen kan, hè? Nee. Nee, dat is waar. Maar het, uh, uh, die mensen zeggen ook van... Uh, er wordt nog steeds argwanend nou, zelfs die mensen die dus nu geholpen moeten worden Zonder ja. Want ja, maar goed, dat blijkt ook weer geïnfiltreerde oplichters. Maar goed, ze hebben. Het gaat erom dat de overheid zelf voortdurend... enorme problemen veroorzaakt... die de overheid niet oplost. Dat is toch een heel rare toestand. De overheid is er om bestaande problemen... fricties in de samenleving... Althans, te proberen op te lossen. Hmm. We hebben een overheid die al jaren bezig is om problemen te creëren. De rechtelijke macht. Hmm. Is daar tegen gewaarschuwd uitgebreid? Ik heb er allerlei stukken over in de krant gelezen. Rare reorganisaties, enorme bezuinigingen. Natuurlijk de bekende godvergeten digitalisering die nooit werkt bij de overheid. En kijk wat het opgeleverd heeft. Wat was het? De Amsterdamse rechtbank deed zaken af in een kwartiertje. Nou, het is... Te... En ook dat er, voor zover ik dat kan zien, zeker ook bij de VVD, die uiteindelijk toch de leidende partij is geweest in dit, in dit langlopende drama, geen spoor van schaamte of bewustzijn van dat er misschien qua, qua opstelling iets verkeerd zit. Nee, dat is net wat je zegt. Het is een permanent georganiseerd wantrouwen. Wat volgens mij dus samenhangt ideologisch met die, ja, met die flitsende kleine overheid die alles gedigitaliseerd en spotgoedkoop zou gaan aanpakken. Met als gevolg dat we nu met, met kasten vol met problemen zitten. Je hoeft in het regeringsgebouw maar een kast open te trekken en dan stort daar dus een gigantische hoeveelheid problemen uit die, we, die ze zelf georganiseerd hebben. Dat is het. En een overheid zou oplossend moeten zijn, niet probleemveroorzakend. probleem veroorzakend. Maar als ik je dus goed begrijp, alle problemen zijn terug te voeren op die kleine overheid. Nou, dat denk ik niet. Dat alle problemen daarop terug te voeren zijn. De toeslagaffaire, volgens mij, is terug te voeren op een typisch soort van eh, ook mediapaniek. Eh, met die Bulgarenfraude. fraude. Dan is iedereen vreselijk van geschrokken. Dan krijgen ze dikke stukken in de, in de populistische pers. En opwinding in de tent. En dat mag nooit meer gebeuren. Nou, enzovoort. We hadden toch ook die Poolse uh, werk, me, me, hoe heet het, uh, arbeiders die een werkloosheidsuitkering kregen. Nou, wat een opwinding. Schandelijk. Dat bleek heel normaal te zijn. Die horen ze ook te krijgen. Dus daar zit, daar zit vaak het frictiepunt. Hè? En dan, ja, dan, dan tuigen ze dus zo'n heel systeem op om iets te gaan bestrijden. wat feitelijk helemaal niet zo groot is. Maar wat, laten we zeggen, psychisch-symbolisch groot is. Namelijk dat Bulgaren, dat die, dat die de boel oplichten. Bulgaren, wat, wat hebben die hier te maken? Die hadden er nooit bij moeten komen. die Nou ja, dit werk. Want is natuurlijk niks is zo fijn. als dat buitenlanders in feite de, de schuldigen zijn. Ja. En als zodanig kunnen worden aangewezen. Maar ik probeer een beetje met je te, te achterhalen. Van waar, zit nou, waar, waar komt dit nou allemaal door? Heeft dat te maken met, met burgers die zich niet goed gedragen? Is dat te veel wantrouwen richting de burgers? Is de overheid te klein? Worden de verkeerde prioriteiten gesteld? Ik denk dat je dat. Nou goed, we krijgen een aantal grote enquêtes. Laten we hopen dat dat iets meer helderheid geeft. Welke enquêtes komen daar? Nou ja, over Groningen. Over de COVID. En volgens mij nog een grote enquête over de toeslagenaffaire. Omdat we eerst een kleine enquête toch hadden over de toeslagenaffaire. Maar zijn er nog allemaal niet mee begonnen met die enquêtes. Nee, waarschijnlijk wordt dat ook uitgesteld. Ja, dat denk ik. Tot Rutte is afgetreden. Ja, dat is nou ja. goed. 2050, als we dat nou als streefdatum nemen. We moeten eerst even kijken of iedereen dood is tegen die tijd. Ja, we hebben nog 27 jaar te gaan per slotverrekening. Moet lukken, hè? Dat moet lukken.